Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me net even af waar de heer Jette is. Zou die er niet bij zijn? Minister Jette heeft zich afgemeld. Waarvan akte. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de boeren worden kapot gemaakt. De vissers worden ook kapot gemaakt. En de huishoudens die gaan er regelrecht aan onderdoor. Zie bijvoorbeeld de energierekening. Honderdduizenden huishoudens leven in energiearmoede. En komend jaar gaat de energiebelasting op gas gewoon weer verder omhoog. En dan nu, voorzitter, is de glastuinbouw aan de beurt. En de Nederlandse glastuinbouw heeft het sinds de energiecrisis heel zwaar. Een jaar geleden al zat een derde van de bedrijven in de financiële problemen en werden er op korte termijn 300 faillissementen verwacht. Hoeveel bedrijven zijn er überhaupt nog over, zo vraag ik. En voorzitter, met de voorliggende maatregelen lijkt het demissionaire kabinet erop gebrand te zijn om de sector definitief richting de afgrond te brengen. In 2021 maakten de energiekosten in de glastuinbouw al 10 tot 25% van de kostprijs uit. Dus oplopend tot een kwart. Dat was al veel. Voor de energiecrisis dus. Hoe is dat dan nu, gezien de gestegen energieprijzen? Graag een reactie. Maar voorzitter, alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, wat gaat er nu gebeuren? Simpel gezegd, de energiebelasting gaat omhoog. De outputvrijstelling elektriciteit wordt afgeschaft. En jawel, dat betekent dan dat je zelfs over de elektriciteit die je zelf opwekt en zelf verbruikt, energiebelasting moet gaan betalen. En er komt een CO2-heffing voor de glastuinbouw. En wat is dan het doel daarvan, voorzitter? Nou, de CO2-uitstoot beperken en duurzame technieken aantrekkelijk maken, zo lezen we. Het zijn allemaal klimaatmaatregelen die, zoals altijd, onderaan de streep maar één ding betekenen, namelijk hogere lasten, gewoon keihard dokken, net zo lang en net zoveel totdat je bedrijf omvalt. Voorzitter, allereerst dan de vraag, hoeveel CO2 wordt er eigenlijk met deze maatregelen bespaard? En wat doet dat dan precies met de opwarming van de aarde? Want daar is het hele beleid toch eigenlijk voor bedoeld. En hoe denkt het kabinet dat die duurzame technieken werkelijk aantrekkelijk worden als een bedrijf door deze maatregelen simpelweg failliet gaat? Uit de impactanalyse blijkt bovendien dat, ik citeer, vrijwel geen emissiereductieopties rendabel worden. Kan het kabinet dat uitleggen? Graag een reactie. En voorzitter, daarnaast is het doel van deze maatregelen, misschien is het wel het hoofddoel, geld. Heel simpel, geld. Het kabinet wil 148 miljoen in 2025 binnenharken. Want, zo lezen we, dat staat namelijk in het coalitieakkoord. En akkoord is akkoord. Maar voorzitter, het punt is, er is eigenlijk helemaal geen coalitieakkoord meer. Dus hoe legt het kabinet dit dan uit? Maar voorzitter, hier blijft het allemaal niet bij. Want wat zijn de gevolgen voor de langere termijn? De Wageningen Universiteit berekende een jaar geleden al dat de kostenstijging voor de glastuinbouw kan oplopen naar zo'n 789% in 2030. En dat is dan goed voor zo'n 840 miljoen aan extra lasten. En een recentere impactanalyse komt uit op 528 miljoen in 2030. Het zijn enorme bedragen en daar valt simpelweg niet tegenop te ondernemen. En waarom eigenlijk? Het energieverbruik bij de teelt van groenten, fruit, bloemen en planten is sinds 1990 al gehalveerd. En hoe komt dat? Doordat de sector al ruim 15 jaar volop investeert in energiebesparing en verduurzaming. Dan zou je als kabinet ook kunnen zeggen, wat goed van de sector. Laten we daar trots op zijn. Laten we die sector gaan koesteren. Maar nee, ze moeten kapot worden belast. En op een gegeven moment verbruiken die bedrijven helemaal geen energie meer, omdat ze dan failliet zijn. Voorzitter, hoeveel bedrijven zullen hierdoor failliet gaan? Hoeveel werknemers komen op straat te staan? Hoeveel bedrijven vertrekken naar het buitenland? Wat doet dit met onze concurrentiepositie? Wat doet dit met onze consumentenprijzen? Graag antwoord op deze vragen. En voorzitter, is het kabinet überhaupt met de glastuinbouw in gesprek geweest? De voorzitter van Glastuinbouw Nederland zei, ik citeer, dit wetsvoorstel staat in geen verhouding met de afspraken die eerder zijn gemaakt. Een van die afspraken was namelijk een sector die economisch sterk blijft. Maar dat gaat op deze manier allesbehalve lukken. Ik citeer, deze maatregelen maken een einde aan kleinere, middelgrote en extensieve familiebedrijven.
Voor de helft van de Nederlandse telers wordt het onrendabel om nog tomaten, paprika's, komkommers, aardbeien, ander zacht fruit of bloemen en planten te telen. Waar de energiekosten soms 2 tot soms 5 keer stijgen, kunnen deze kosten beperkt worden doorberekend aan de consument. Gezonder eten en een groenere omgeving wordt zo voor burgers nog onbetaalbaarder en telers eindigen in rode cijfers. Einde citaat van Glastuinbouw Nederland. Het is keihard, oftewel onbetaalbare producten en bedrijven failliet. Dat kan toch niet werkelijk de bedoeling zijn? Graag een reactie. En voorzitter, dan over de maatregelen voor de industrie. Over het doel hiervan laat het kabinet geen twijfel bestaan. Ik citeer. De grondslag van de energiebelasting vergroten en daarmee een aanvullende budgettaire opbrengst realiseren. Einde citaat. Het is gewoon een geldkwestie. En dat wordt door het kabinet zelf nog eens extra bevestigd door te stellen dat er geen groot verduurzamingseffect van uitgaat. Dat was toch juist wel de bedoeling, zou je zeggen. Dus hoe kan dat? Maar voorzitter, wat er wel dreigt is een weglek-effect. Het kabinet schrijft zelf, ik citeer, de vrijstellingen zijn geïntroduceerd om de internationale concurrentiepositie van de industrie te behouden. Dit aangezien andere landen vergelijkbare vrijstellingen toepassen. Met het vervallen van de vrijstellingen neemt het weglekrisico van de Nederlandse industrie toe. Einde citaat van het kabinet zelf. Conclusie? Lekker geld binnenharken, een verwaarloosbaar verduurzamingseffect, bedrijven weg, werkgelegenheid weg en de CO2-uitstoot verplaatst zich gewoon. Waarom dan in hemelsnaam deze gekte? Aluminiumproducent Damco in Delfzijl is in 2022 al failliet gegaan door de hoge energieprijzen. Zinkfabriek Nierstar waarschuwde gisteren nog, doe het niet, want onze situatie wordt anders heel penibel. Er zijn nu al meer faillissementen in de industrie. In het eerste kwartaal van 2023 gingen 80 industriële bedrijven failliet en een kwartaal eerder waren dat er nog 61. Nogmaals, voorzitter, doe het niet. Dank u wel.